Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van GTA 5. Nou, kan het zo zijn dat je kijkt naar de intro van deze video en je ziet ja, dood en verderf, heel veel vuur, dat je denkt, Rick, jij bent eigenlijk best wel een terrorist. En dat is nou precies waar ik momenteel last van heb in mijn eigen echte real life persoonlijke leventje. Vandaar de bijzondere titel, ik wil iets van Google laten verwijderen. Nou ben je vast redelijk benieuwd hoe dat precies zit, ga ik je vertellen. Het is alleen best een lang verhaal, dus ik heb een deel van deze video nodig. Blijf zeker afkijken, want ik ben niet daadwerkelijk een terrorist. Laten we eerst even beginnen met een missie waar we al meerdere afleveringen naartoe werken. De Meriwether Heist. Massage. Ik hoop maar dat deze missie een beetje leuk is. Vooral omdat de vorige paar missies hier naartoe bouwend redelijk ruk waren. Dus ik ga ervan uit dat deze missie super mega awesome is, de Meriwether Heist. Ik zag ook echt de views voor GTA langzaam inzakken. Het zou wel leuk zijn als de game die we spelen leuk is om maar te kijken ook nog. Anders moet je maar wat verhalen vertellen aan je kijkers over hoe het lijkt alsof je een terrorist bent volgens het internet. Yo, Frankie. Ik vind het voor de rest heel mooi hoe dit appartement echt per missie steeds ranziger en lelijker wordt. Overal stukken pizza, flesjes, bier. En die gast van wie het appartement is zegt de hele tijd van, yo, een mevrouw slash vriendin komt binnenkort thuis en die gaat echt heel boos worden. Dus ik ben heel benieuwd of er een soort missie komt waar die chick thuis komt en heel boos wordt. Ik zie dat best wel aankomen eigenlijk. 20% saved. Nou, dat is niet hoe we werken. De missie op zich, ik weet niet precies wat het doel is. Ik weet dat we hebben een onderzeeër gefixt. Dat is een belangrijk deel van het halen van deze missie. We hebben een heleboel foto's gemaakt van het schip. Dus, wat wil je nog meer? Niet doodgaan. Ja, Lester is er dus blijkbaar niet bij. Michael, me, so this time we do things my way. Ja, en wat about after this? After this we think about things. So what's the plan? Ja, vroeg ik me ook af wat het plan is. Are sinking a freighter into Los Santos Harbor. Oh ja, we gaan de boot laten zinken. En dan met de onderzeeër halen we de goede shit uit de boot. Dat is ongeveer het plan. Het is weer zo'n typische missie waar je dus alle drie de characters tegelijk speelt. En tussen ze moet wisselen. Wat ik wel echt heel vet vind aan GTA 5. Toch een beetje het grote verschil met GTA 4. Oh, for fuck's. Where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you. Ah, better. I like that. Fuck you. Good. Good. All right, now let's go make some money. Let's make some money, ladies. Don't be a dick. Oh, your wish is my commando, master. Let's go, Junior. Hey, wait. Get Michael a wetsuit, all right? Take him to the boat. Fix even een wetsuit. Strak plan. Nou, ik zal meteen even beginnen met het verhaal, want je bent misschien een klein beetje benieuwd. Nou, wat er aan de hand is, het heeft eigenlijk te maken met wat er gebeurt als je mijn naam googelt. Iets wat je natuurlijk iedere dag doet. Iedereen googelt iedere dag Rick Broers. Als je nu deze video later kijkt en je googelt mijn naam en je kan het niet vinden, dan is mijn missie dus geslaagd. En wat er gebeurt als je Rick Broers intikt op Google, je ziet als eerste zien een linkje naar mijn Twitter profiel. Trouwens, volg me op Twitter. Ten tweede krijg je een linkje. Oh, kutzooi. Ik heb een blikje energie omgegooid. Kut. Ik had nog een heel verhaal daarover. Het is een Rockstar Energy Drink. Ik drink het normaal niet. Oh, tering. Ik laat het wel inzitten, joh. Dit kan wel. Niet de energy, die ga ik even opruimen. Koop online. Serpent. Kut. Koop online. Serpent Gameplay t-shirts. Serpent Gameplay t-shirts. Ze werken ook heel goed als dweil als ze toch al de was in moeten. Oh man, heb ik weer. Al mijn bonnetjes van de Burger King zijn nat. Het loopt langzaam. Ja, het valt mee hoor. Het zit een beetje onder mijn scherm. Mijn hele bureau was al ranzig. Er liggen wat batterijen. Godverdomme. Het leven van de YouTuber gaat niet altijd over rozen, geloof ik. Hoe tikte ik het ook alweer om? Oh, ik pakte mijn mobiel. Ja, dat doe ik normaal niet. Hier zijn mijn blikjes energy niet op berekend. Kijk eens aan.
Het grootste deel is opgeruimd. Soort van. Zo. Het hele shirt is dus helemaal nat, maar zoals ik al zei, hij gaat toch de was in, dus dat kan allemaal wel. Het enige probleem is dat er nu misschien heel veel mieren op afkomen. Ik had toevallig nog een feitje over mieren, als we toch al off-topic gaan. Ik wilde vertellen dat, naar schatting, zijn er ongeveer net zoveel mieren in gewicht als dat alle mensen bij elkaar wegen. Je kan ook gewoon zeggen hoeveel mieren er ongeveer zijn. Dat zijn, als het goed is, ongeveer 10 biljoen mieren zijn er ongeveer op de planeet. 10 biljoen mieren. En dan denk je, ja, hoeveel is dat? Ja, misschien een beter beeld. Ongeveer net zoveel mieren in gewicht zijn als mensen. Nou, die kunnen dus nog wel eens op zoete energiedrankjes afkomen. Wat ik dus wilde zeggen is, als je even je mobiel pakt zonder een blikje energy om te gooien en je googelt eventjes Rick Brewers, vind je eerst mijn Twitter, volg me op Twitter. Ten tweede vind je een artikel getiteld Twitteraar dreigt met aanslag Efteling, politie op stoep bij Rick Brewers, Rick Brewers en Rick Brewers. De meeste van jullie kunnen dit misschien nog herinneren, ik heb hier een tijdje geleden een video over gemaakt. Misschien is het wel handig om die video te kijken, daar leg ik het volledige verhaal uit. Ik was gewoon een tijdje geleden aan het chillen en opeens stond de politie voor de deur van: hey gast, was jij van plan een aanslag te plegen in de Efteling, de ja of de nee? En het kwam eigenlijk op neer dat een fanaccount van mij op Twitter, genaamd bijvoorbeeld Serpent Gameplay 2 of zo, of Serpent Gameplay 69, whatever, die had getweet: ik ga een aanslag plegen in de Efteling. Wat grappig of zo. Ja, sommige mensen denken dat ze grappig zijn, maar zijn het niet helemaal. En de politie neemt het super serieus, die ging meteen uitzoeken wie is dat. Dus ze googelen Serpent Gameplay. Niet Rick Brewers, dan kwam je bij dit artikel uit, maar alleen als je kan tijdreizen. Ze googelen Serpent Gameplay en denken: hé, dat is een YouTuber genaamd Rick Brewers. Niet uitzoeken welke Rick Brewers, zijn ze meteen naar alle Rick Brewers in Nederland voor de deur gaan staan om te checken van: hey, ga je een aanslag plegen, de ja of de nee? En ja, uiteindelijk bleek het gewoon te gaan om een hele flauwe, niet grappige grap. Alleen als je dus mijn naam googelt, is dat het allereerste, samen met mijn Twitter, wat omhoog komt. Nou ben ik momenteel een beetje bezig met solliciteren en dat soort dingen. Niet heel handig als het eerste wat omhoog komt terrorisme is. Als je solliciteert, doen ze een soort background check om een beetje te kijken. Onder andere, niet onbelangrijk, is de persoon een terrorist. Vooral in de scheikundebusiness, waar je bij allemaal chemicaliën kan, waar je heel makkelijk explosieven mee kan maken, is het best belangrijk dat je niet te maken hebt met terroristen, toch wel? Dus, ik wil dat toch wel graag laten verwijderen. Dat is een beetje het ding. Nou staat dit artikel soort van, als je het artikel open is het eerste wat je ook ziet een foto van mij. Linkje naar mijn YouTube kanaal. En als je het artikel leest, ik vind dat in het artikel niet duidelijk genoeg vermeld is dat het niet ik was die tweet heeft geplaatst. Bij zo'n background check wil je toch ook een beetje kijken, gewoon is die persoon een sukkel, ja of nee? En als je denkt, oh, de gast die we misschien willen aannemen is misschien soms, zou er wel eens voor de grap getweet kunnen hebben dat hij een aanslag pleegt. Dat zijn geen leuke grapjes. Dat is een hele debiele gast, die hoeven wij niet bij ons bedrijf te hebben. Dus ik zou heel graag willen dat het van het internet gehaald wordt. En dat gaat me ook wel lukken uiteindelijk. Alleen, ik moet even kijken of het handiger is de nieuwswebsite te benaderen daarvoor. Of dat die het weg kunnen halen of dat Google het weg kan halen. Ik weet dat Google kan dingen verwijderen. Je hebt ook bijvoorbeeld dingen met de foto's die op internet staan. Het is heel moeilijk vaak. Als iets eenmaal op het internet staat, is het er heel moeilijk meer weg van te krijgen. Het artikel wordt ook niet per se weg. Ik wil voornamelijk gewoon dat als je mijn naam intikt, dat het niet als allereerste naar boven komt. Het artikel op zich is best grappig. Het is een leuk verhaal om te vertellen, weet je. Als je een keer bij iemand bent en zegt: yo, vertel een keer wat over jezelf wat ik niet weet. Nou, de politie stond een keer voor de deur omdat ze dachten dat ik een terrorist was. Dat is een leuk verhaal. Tenminste, nou, een leuk verhaal. Het is in ieder geval een interessant verhaal, want er is shit aan de hand. Interessant, want shit aan de hand. Goeie regel voor het wel of geen interessant verhaal is, maar ik wil gewoon graag dat het artikel niet helemaal bovenaan de zoekresultaten staat. Dus ik geloof dat, vooral mijn dingen met wraakporno en zo, schijnt nog heel moeilijk te zijn daar. Dus ik ben heel bang dat het echt heel moeilijk gaat worden. Ik heb wel eens verhalen gehoord van boze ex-vriendjes die naaktfoto's van hun ex-vriendin online gooien. En dat je dan moet bewijzen dat het jouw naaktfoto's zijn door naar partijen zoals Google of een porno-website meer naaktfoto's te sturen. Dat ze kunnen zien, oh ja, je bent het echt, dan verwijderen je naaktfoto's. Als je het niet echt bent, dan gooien we die andere naaktfoto's ook online. Alsof je iemand anders naaktfoto's zou willen verwijderen. Ja, dat moet je alsnog rekening mee houden. Anders gaan mensen gewoon willekeurige shit van het internet laten verwijderen, weet je wel. Dan hebben we moeten switchen naar Michael. We moeten dus een aantal bommetjes over het hele schip heen plaatsen. Maar er zijn ook nog hier en daar wat vijanden. Dus ze moeten een beetje heen en weer wipwappen, geloof ik. Moet hij hierop? Ja, oké, nice. Derde bom op zijn plek. Ik denk dat het een beetje het verhaal is. Gelukkig heb ik soort... Oh, fuck.
Ja, ik dacht, ik gooi een bom op die gast. Dat doe ik normaal ook, maar ik kan de rest van die bommen niet echt af laten gaan. Oh! Hij is al neergeschoten. Thanks. Wie schiet er nu op mij? Fuck. Fuck, fuck, het zijn er veel. Het zijn er heel veel. Oké. Okay. Terugtrekken! Nee, maar echt, we moeten even een stukje terugtrekken, denk ik. Dan even een sniperboy erbij moeten pakken en dan... misschien gaan we dan niet dood. Je weet het nooit, je weet het nooit. Even kijken. Ah, daar loopt er eentje. Oh, daar ben ik zelf. Haha. De characters lopen ook als je ze niet bestuurt, namelijk. Gek genoeg. Wat ik wilde vertellen. Deze video is echt één grote puinzooi. Voor het geval dat je er niet op is gevallen. Echt één grote puinzooi. Ik wilde meteen, toen ik mijn mobiel pakte, terwijl ik aan het autorijden was in de game, wilde ik meteen het verhaal vertellen. Een ander verhaal over... Oh, ik ben dood. Opeens. Oké. Okay. Ik moet denk ik iets meer stealth. Volgens mij kan deze missie stealth. Daar hebben we die sniper voor. En niet gewoon een bazooka meegenomen, zeg maar. Oh, we hebben wel nog een checkpoint. Oké, dat is fijn. Je ziet daar nog wel een gast lopen, ja. Ik wil het liefst headshots maken, maar... Als ze tegelijkertijd bewegen, moet je misschien niet te hoog inzetten. En gewoon genoegen nemen met normaal, gewoon niet normaal die gasten doodschieten. Goed genoeg, joh. Headshots zijn eventjes overbodige luxe nu. Kapam! Nee, ik wilde dus eigenlijk, terwijl ik in de GTA in mijn auto reed, mijn mobiel pakken en een heel verhaal vertellen over hoe de politie momenteel best wel coole technologie aan het maken is. Ze zijn bezig met een apparaat waarmee de politie, eigenlijk gewoon een soort flitspaal, die, hij maakt eigenlijk van ieder persoon een foto. Pat, foto. Of je nou te snel rijdt of niet, zeg maar. En op die foto kunnen ze zien wat er achter je ruit gebeurt. Ze kunnen, zeg maar, zien of je gekke dingen aan het doen bent. En daarom kunnen ze dus eigenlijk aan de foto zien van, waarschijnlijk heeft hij een mobiele telefoon in zijn hand. En dan wordt de foto opgeslagen. En wordt hij dan waarschijnlijk handmatig gekeurd. En hoppakee, ik heb meteen een boete op de mat voor bellen met je niet handsfree bellen in de auto. En in principe vind ik dat best wel een goede movement. Dat de politie er meer mee gaat doen. Er zijn zoveel mensen in het verkeer die hun telefoon gebruiken. Vooral gewoon deels omdat de pakkans zo laag is. Gewoon denken, ja, ik word er toch niet opgepakt. Nou, als je die kans gewoon even heel erg verhoogt. Dan werkt het wel. We hebben al zat reclamespotjes over bellen in het verkeer. En ja, dat je mensen niet dood moet rijden. En er zijn ook wel weer avonds weer een zaak geloof van iemand die aan het whatsappen was op de fiets. En toen een oud vrouwtje heeft doodgereden. En dat zijn ook moeilijke zaken, weet je wel. We snappen dat je niet bewust iemand doodrijdt. Je hebt misschien het gevoel alsof het niet zoiets ernstigs is als dronken in het verkeer. Maar het mag gewoon niet. En de reden dat het mag is niet meer te pesten dan dat er heel veel ongelukken gebeuren. Dus ik vind het een goede zaak dat de politie het zo gaat doen. Alle foto's waarop niks interessants te zien is, worden wel meteen verwijderd. De politie gaat niet iedereen's privacy schenden. Als jij zo'n gast bent die graag seks heeft in zijn auto terwijl hij aan het rijden is. Ik weet niet of daar wetten voor zijn, maar... misschien worden die foto's ook opgeslagen. Dat kan ik je eigenlijk niet beloven. Yo, waar is iedereen? Het is echt moeilijk om te kijken met zo'n sniper, want er gebeurt zoveel shit tegelijkertijd. Waarschijnlijk wordt Michael momenteel op ladder geschoten. Oh, er is een helikopter. Oh, dat is wel een ding. Hebbes! Doei! De ballen en laat ze niet vallen. Kneem. Oké. Gaat goed in ieder geval de missie. We hebben een heleboel charges gepland. Coming down. Zijn er nog meer bewakers op het schip? Want ik heb zo'n gevoel dat er stuk of 20 neergemaaid of zo. Op een gegeven moment zou ik gewoon zeggen dat er wel genoeg bewakers op het schip zijn. Dat het soort van veilig is. Of ja, de vraag van ja... Gaat nog eens 20 bewakers echt helpen. Want deze gasten hebben snipers en ze maken alles kapot. Dus, verder. Rockstar Energy Drink. Het is heel plakkerig en het is makkelijk om te gooien. Ben ik zojuist achtergekomen. Ik zag dit liggen in de supermarkt. Ik zie het wel vaker liggen. Rockstar Energy Drink. En ik vroeg me af. Heeft het te maken met Rockstar, de makers van GTA? Rockstar is een gamebedrijf. Rockstar is een energy drink. Is het een energy drink gericht op de gamer? En wat blijkt? Nee, het zijn twee totaal verschillende bedrijven. Oh, godverdomme, laat! Het zijn twee compleet verschillende bedrijven. Rockstar Game bedrijf is als goed opgericht in 1996 en Energy Drink bedrijf in 2001. Maar puur omdat ze eigenlijk zo verschillend zijn, hebben ze niet echt het gevoel alsof ze concurrentie hebben van elkaar. Dus ze vinden het allemaal dikke vette prima. We moeten nu de bommen af laten gaan op de telefoon. Detonate the bombs. Contacten. Bel Detonate. Oké. Hallo Detonate, hoe maakt u het? Kaflam. Kaflam, kabam. Dat is best episch. Fuck jullie overheid! Very nice. Ik ben wel heel benieuwd wat er nou precies in die boot zit, wat er zo belangrijk is. Want ja, de overheid bewaakt het dus met heel veel mensen.
Wat dus suggereert dat het waarschijnlijk heel belangrijk is. Er is maar één manier om er heel goed achter te komen. Dat is gewoon even door een kijkje te nemen natuurlijk. Wat zijn we nu aan het doen? Use the sonar locator to find the device in the ship's wreckage. Oké dan. Oh, we moeten gewoon even naar die... Oké, prima. Dat kunnen we. Dus ik heb even uitgezocht, dat is niet hetzelfde bedrijf. En omdat ze dus eigenlijk zo'n ander product maken, videogames en energiedrankjes, is het eigenlijk geen probleem dat ze dezelfde naam hebben. Als ze nou allebei videogames zouden maken, zou de oudere Rockstar waarschijnlijk niet heel erg kunnen waarderen. Maar ja, het is dat ze allebei zulke andere dingen doen, dat ze zeggen, ah joh, kan wel. We zijn er al voorbij, zo te zien. Gaat toch alweer best snel. De besturing van het zwemmen vind ik zelf niet echt lekker. Vooral moeilijk en onhandelbaar, maar sure. Gaat goed. Gaat goed, we got it, we got it. Ik ging dus even googlen, is Rockstar, als in, is Rockstar Energy Drink, puntje, puntje, puntje. Als in, is het hetzelfde? Ik was gewoon een vraag aan het stellen aan Google. En Google vult vaak je vraag aan. En toen was de vraag, die ze standaard aanvulde, bevat Energy Drink, specifiek Rockstar Energy Drink, stierensperma. Ik dacht, wat? Thanks Google. Dit zijn toch altijd de belangrijke vragen die Google dan weer voor je beantwoordt. Bevat Rockstar Energy Drink stierensperma? Ik dacht vooral, waarom zouden mensen dat denken? Ik denk niet dat een energy drink bedrijf, maar marketing, er zijn zoveel energy drinks. Marketing is een van de belangrijkste dingen. Ik denk niet dat ze stierensperma in hun drankje stoppen, want 1. Stierensperma kost veel geld. Ten tweede, niemand wil het drinken, dus waarom zou je extra geld uitgeven om het erin te stoppen? Dat is gewoon al het eerste stukje logica dat je er even op los moet laten. Niemand wil stierensperma drinken, het kost geld, dus waarom zou je het erin stoppen? Ja, vind ik best een goede vraag eigenlijk. Ah, daar is hij, ja. Be gentle with it, oké. Klik! Cam! Als goed is, zit hij erop vastgeklikt. Helemaal prima, beers are on me. Oké, laten we een beetje naar de oppervlakte gaan en die kant op gaan dan. Prima Jima. Hebben we dan de missie gehaald? Ik bedoel, we hebben nu de zieke loot die we willen hebben. Kijk, dit is toch omhoog? Shit. Maar dat kan me niet uit. Gast maar gewoon door, ik wil gewoon naar huis. Nee, gast. Don't blow up. Ik zal mijn best doen. Nou, dat was blijkbaar rond het jaar 2001. Toen het was in het algemeen een heel groot gerucht dat op het internet een hoax. Zo'n leugen die via Facebook gedeeld wordt. Dat dus heel veel energy drinks stierensperma zouden bevatten. Had er dan mee te maken dat heel veel energy drinks bevatten taurine. En dat zit ook in stierensperma. Dus dat logica was dan, wauw, zit stierensperma in? Nee, je kan taurine ook gewoon losmaken in een fabriek. En zoals het vitamine A in groente en fruit en zo zitten. Maar je kan ook gewoon vitamine A kopen, joh. Dat is... Zitten er komkommers in appels? Je weet het niet. Er zit allebei vitamine A in, hoor. Dat poppen we. Dat is ongeveer de gebruikte logica. En dat feit dat mensen dat geloven maakt me gewoon heel verdrietig. Ik snap dat je geen scheikundige bent en zo, maar een klein beetje logisch nadenken is al een heel goed begin, weet je wel. We hebben het missie in ieder geval gehaald, denk ik. Of gaat het nu nog verder? Ik ben vooral ook heel benieuwd wat we nou eigenlijk gestolen hebben van de overheid. Het lijkt gewoon op een atoombom of zo, als je mij vraagt. He got it done. Maar hij is wel lekker blij. Lekker bezig, Trevor. Hey man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates were busy making themselves enemies of the state. Woo! FIB, Meriwether, IAA, you could fuck with them all day long. But when you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, what? You and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass. We hebben een experimenteel superwapen gekocht. Hold on, man. A super weapon? The Chinese, what? What you think is in there? I thought he talked to you. Alright, man, so what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. You're gonna get Lester's bib scene. Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? That thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill. Idiot, we'll all be dead within a week. Wat minder. Heb je nog een soort overheid helpline waar je kan bellen met, yo, we hebben jullie experimentele superwapen, wil je terug? Trevor. All loaded up. Trevor.
Great. Then you and the patient can take it all back. Right fucking now! En we hebben al die moeite gedaan voor niets. Alles voor niets. En het is de hood all over again. Fuck. Come on, Franklin. You owe me, Michael. I am owed. What you gonna do, huh? I think of something. I gotta get Franklin some work too. I'll take this. Yeah. Lots of mouths to feed, amigo. Tell me about it. Fuck! Zo voelde ik me net ook toen ik mijn blikje energy omgooide. Heist passed. Woo! Dan gaan we even kijken van deze aflevering van GTA 5. Sorry dat het zo'n gigantische teringzooi is geworden. Zowel op mijn bureau als qua commentaar en gameplay. Het was één grote bak puin. In ieder geval. Dan gaan we even kijken voor deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van GTA 5. Dan gaan we even kijken. Doei!